De tweejarige beroepsopleiding advocatuur is vandaag van start gegaan. Ter introductie heeft de Surinaamse Orde van Advocaten, SOFA, in samenwerking met Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland, een symposium georganiseerd in het La La Roux gebouw. Een symposium had als thema Introductie in de advocatuur. Volgens voorzitter Harish Manorat is de tweede opleiding het resultaat van decennia lange inspanningen van de orde zelf, het Hof van Justitie, het Ministerie van Justitie en Politie en de Nederlandse ambassade. In tegenstelling tot de eerste beroepsopleiding zal de tweede opleiding volledig worden verzorgd door ervaren Surinaamse advocaten die de Surinaamse rechtspositie van advocaten voortreffelijk vertolken, zegt Manorat. Deze docenten zullen naast hun vakkennis ook vaardigheden aan de stagiaires bijbrengen. Vandaag starten 28 advocaatstagiaires met de opleiding. Wij heten jullie, bijzonder welkom bij deze opleiding en zeggen jullie alle steun toe waar nodig. We zijn verheugd dat u voor dit beroep heeft gekozen. En wel op het volgende, ik zeg het altijd. Een advocaat is trots op zijn beroep. Het is een mooi en waardig beroep. Het is tevens een beroep met traditie, een officium nobile. Bij ons advocaten behoort nog steeds de opvatting dat een goede uitoefening van de advocatuur bijdraagt aan de instandhouding van de rechtsstaat. Dit maakt dat het een beroep is met een maatschappelijke opdracht. Puur winstbejag of geldzucht kan daarom nooit op de eerste plaats staan. Dit symposium heeft als rode draad de handhaving van normen en waarden, oftewel de kernwaarden binnen de advocatuur. Tijdens het symposium is alle aandacht uitgegaan naar het thema tuchtrechtspraak. Waarnemend hofpresident Iwan Rasoulbaks vindt het onderwerp angstaanjagend voor met name de nieuwkomers in de staande advocatuur. Desalniettemin stak hij de advocaten in opleiding een hart onder de riem door de hoop uit te spreken dat zij binnen het beroep altijd de juiste weg zullen blijven bewandelen. Advocaten die over de schreef gaan, zullen zich moeten verantwoorden voor het tuchtcollege. Ik breng in herinnering de maatregelen die zich kunnen voltrekken tijdens een tuchtbeslissing van het tuchtcollege. En het komt erop neer dat, en die beslissing wordt in het openbaar uitgesproken, overigens. Dus aan ieder kan daarvan, zeg maar, getuige zijn van wat de beslissing is in het kader van die klacht. Een enkele waarschuwing is er, een berisping is er, schorsing in de uitoefening van de praktijk voor de duur van 1 jaar, ontzegging om het beroep van advocaat uit te oefenen. Dat zijn allemaal maatregelen en daar heb je ook nog modaliteiten in dat kader. Openbaarmaking van die beslissing. Uitspreken dat de advocaat tegen zijn klager niet de zorgvuldigheid heeft betracht die bij een behoorlijke rechtshulpverlening betaamt. Andere modaliteiten, schorsing, openbaarmaking en verbod om de aanduiding van advocaat te voeren kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden gesteld met een proeftijd van maximaal 2 jaar. Waarnemend president van het Hof, Iwan Rasoulbaks. Hij sprak vanmorgen in het La La Roux gebouw tijdens de opening van het symposium Introductie in de advocatuur in verband met de start van de tweede beroepsopleiding advocatuur.